Ja, doe het al hoor. Echt? Ja, begin. Oké. Okay. Als we alle CO2 uit de lucht filteren, kunnen planten dan nog groeien? Nee. CO2? Nee. Nee, want je hebt CO2 nog bij de... Maar planten maken ook CO2. Fotosynthese. Nee. Ja. Jawel, plantjes maken CO2. Nee, ze maken toch wel zuurstof. Ze maken zuurstof, toch? Oh, ja, kan ook. Ja, ze maken ook appeltaarten. Ja? Toch? Ja, aan de bomen. Oké, jullie zeggen nee? Ja, het is nee. Oké, is 4 jaar geleden voor mij? Nee. Wij zeggen nee. Ik geloof het niet. Oké, kom. Is aardwarmte een fossiele brandstof? Als fossiel? Ja, dat weet ik niet. Oh, fossiel, dat is wat in de grond zit. Ja, steenkool en zo, wat door jarenlang ontstaan ja, is. Ja, ik denk het wel dan. Nee, ik het niet, want het is... Vincent doet gymnasium, dus we zeggen nee. Maar wacht. Aardwarmte, dat komt toch ook uit de grond? Dus dan is het toch ook fossiel? Maar dan is het dan niet per se fossiel. Fossiel is van vroeger, maar aardwarmte... Ja, aardwarmte kan toch heel lang van de kern en dan helemaal naar boven? Die warme muffe lucht die bijna boven komt. Ja, dat kan toch geen brandstof zijn? Dat zijn muffins. Warmte. Chocolade. Warmte kan toch niet een brandstof zijn? Dit moet een stof zijn. Warmte is niet een stof. Ja, oké. Okay. Dus het is nee. Oké. Okay. Slimme. 3. Als er meer auto's op waterstof rijden, ontstaat er minder smog in steden. Iedereen weet wat smog is? Ja. Dat hangt boven Rusland. Nou, dat kunnen helemaal niks zien. Allemaal mondkapjes. Chinatown. Yep. Chinatown. Dan zien we niet eens de camera nou. Is dat hun smog? Chinatown. Hun smog? Nee, eigen smog of is dat van ons daar naartoe? Nee, komt door de wind. Een of andere wind en door bepaalde omstandigheden wordt alles naar Rusland geblazen. En het blijft hangen daar, volgens mij omdat ze in een dal zitten. In Sovjet-Rusja. Maar we dalen af, wat was de vraag? Als er minder auto's op waterstof rijden. Als er meer auto's op waterstof rijden, ontstaat er minder smog in de steden. Ik denk het niet, want het is zo'n vraag dat je denkt van het is zo makkelijk, dan moet het gewoon niet zo kunnen kloppen. Ja, maar in principe, ik denk wel eigenlijk hoor, dat er minder dan smog is. Er zijn toch ook fabrieken? Het zijn vooral fabrieken. Luister naar Vin, zeg nog eens. Waterstoffen worden als het dan weer wolken en wolken is geen smog. Klopt. Wolken zijn gewoon lucht. Je kan er gewoon sjoef. Als het verbrand wordt, wordt het CO2. Oké, wij zeggen ja. Ik zeg nee en dan zeg ja. 2-1. Ja. Meerderheid telt. Okay. En de vlag zegt het is gewoon ja. 4. Voor het milieu is het beter om een t-shirt uit Azië te kopen dan een t-shirt uit Nederland. Ja, want alles wordt in Azië gemaakt en dan hoeft het ook niet met het vliegtuig naar Nederland te worden gebracht. Ho. Dat zei de kerstman. Azië. Kijk, Azië, er zijn allemaal van die... Splint over. En die maar denken alleen maar geld. We betalen ze slecht. Ping. Ja, ping. Maar al die fabrieken die stoten alles uit. Die hebben geen milieu-eisen, geen roetfilters en zo. Die pleuren alles maar in rivieren en zo. En er is juist ontzettend milieuvriendelijk. En er moet nog over laten vliegen van die skirre vliegtuigen en zo. Dus, en Nederland betaalt geen importkosten. En er zijn allemaal milieuvriendelijke regels. Dus ik denk dat het beter is. Dus ik denk ja of niet? Nee, juist. Wacht, wat is de vraag? Nee. Oh ja, nee. Het is nee. Ja. Energy is te bouwen. Energy is te bouwen. Ja, oké. Ah, je